gevraagd worden voor het glazen huis vieren. En was dat ons vrezen dat hij meer geld waard was? Het bijzondere van deze gitaar is dat hij namelijk nagenoeg helemaal met een 3D-printer gemaakt is. En dat vraag wel zo pas. Hoe klinkt dat dan? Dat is echt wel een heel fijn ding eigenlijk. Oké, jullie toch.